Gifted jewelry zijn op maat gemaakte juweeltjes waarbij de klant eigenlijk zelf zijn juweeltje samenstelt aan de hand van een persoonlijk verhaal. En we kunnen dan spelen met letters, woorden, symbolen, edelsteentjes. En dat maakt dat eigenlijk ook ieder stuk uniek is. Het was een pittig, maar ook fantastisch anderhalf jaar. Ik heb Gifted jewelry kunnen lanceren. Ik ben terwijl ook mama geworden van een derde kindje, van een zoontje Cas. En dat was voor mij ook al direct een extra uitdaging bij die lancering. Natuurlijk een goed evenwicht vinden tussen werk en privé. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er zoiets is als de Livia Award. Ondernemen in het algemeen is natuurlijk heel belangrijk en moet gestimuleerd worden. Maar ik denk dat als vrouw het andere uitdagingen geeft en dat het wel fijn is dat we daardoor in de bloemetjes gezet worden. Ik ben heel blij om mijn eigen zaak te hebben opgestart, omdat ik volledig mijn eigen ding kan doen. Dat wat ik miste in mijn vorige job vind ik hier helemaal terug. De creativiteit, de afwisseling, de uitdaging. Gifted Jewelry is een webshop. Maar wat voor mij heel belangrijk was, was wel het aspect van de beleving. Dus wanneer de klant het pakje thuis toekrijgt, is het ook wel echt een hele unieke unboxing ervaring. Het winnen van de Livia Young Geweld Award betekent voor mij enorm veel. Het is enerzijds een waardering voor wat ik nu doe, voor mijn merk. Omdat ik werk niet meer als bediende, ik krijg geen evaluaties meer of schouderklopjes. En anderzijds hoop ik ook gewoon om andere jonge vrouwen of mama's te kunnen inspireren om toch ook wel echt voor hun eigen ding te gaan.